Ik voel mezelf alsof ik met revalidatie fitness bezig ben. Goedemorgen allemaal, het is vandaag Friday. Vrijdag! En ik heb vandaag gym. En dan moet ik ook weer lopen. Teruglopen. En we lopen zo langzaam van je. We mogen niet rennen. Saai! Wil je nog een papje? Ja, is goed. En nu krijg ik nog een papje van mijn mami. En dan ga ik lekker eten. Oh, nog een beetje eten. Vanmiddag bij turnen, joh. Heb je zin in? Mhm. Zo, good morning. Daar ben ik ook. Ik heb pap gegeten en zo met Jol. Jol is nu naar school. En ik ga nu dit geven aan Dexie met al zijn medicijntjes erin. Misschien hebben jullie gisteren wel gezien dat hij ziek is. Hij heeft een ontsteking door vlooienbeet. En daar heeft hij een hotspot van gemaakt, zo noemen ze dat. Oftewel een plekje waar hij de hele tijd aan blijft krabben. En hier zitten pilletjes in tegen jeuk en antibiotica tegen de ontsteking. Dus we hopen dat het steeds beter met hem gaat. Hij ligt ook heel zielig bij. Ik moet hem ook echt pakken om te gaan eten. Kom je, Dex? Oh, je komt zelf. Wat goed. Kijk eens. Dat gaat er gelukkig goed in. Schatje. Hè? Oh jongens, ik zit gewoon nog maar op de helft van het gewicht wat ik normaal altijd trainde. Geen idee of ik ooit zo'n fit and pregnant iemand ga worden. Maar bij deze draag ik het Fit Girl stokje over aan de tweelingdochters van de eigenaar van deze sportschool. Ze zijn daar aan het trainen. Trouwens, zien jullie de verschillen? Dit is nummer 1. Het duurde echt een tijdje voordat ik ooit de verschillen tussen deze meiden heb gezien. Maar dit is Anouk, die heeft geen tattoo in de nek. En dit is Joyce en die heeft wel een tattoo in de nek. Handig, hè? Die hard fit girls. Ik kan niet eens mee praten tijdens het trainen. Vet saai. Yeah. Ik voel mezelf alsof ik met revalidatie fitness bezig ben. Oh, wat schattig. Oh, jongens, wat voelt dit lekker. Trainen is lekker, lekker, lekker. Echt serieus. Ik ben echt, als het om krachttraining gaat, als ik eenmaal begin, wil ik gewoon niet meer stoppen. Dan denk ik echt, lekker. De tegenstelling tot cardio. Als ik ga cardio, dan is het echt na 10 minuten zo van, nou, ik vind het wel best. Maar, oh, wat is dat toch lekker. Ik ga echt weer vaker gewoon even lekker in de ochtend krachttraining doen. I love it. Oh, het regent weer vet hard. Dus ik ga nu even snel verder editen. En dan nog eventjes en dan Yola ophalen. Gezellig. Oh ja, en niet dat jullie denken van wat, gaat die gewoon door? Nee, eten is prioriteit nummer 1. Ja, I know, deze ranzige dingen. En dan douchen. Komt het door zwanger zijn? Of dat ik net weer begin met fitnessen? Het is echt, wat een lucht. Niet normaal.
Ik denk dat ik wel weet waarom dit zo lekker is. Wat zit er namelijk in? 14% augurk. Dat is het. Daarom ben ik hier zo gek op nu ik zwanger ben. Oh. Jola gaat even thee zetten. Perfect. Want wij hebben heel erg zin in dit. Het heeft Bart meegenomen. Oh, die Bart. Maar dit moet echt met thee. Dit is genieten. Echt waar. Speculaas. In je thee dopen. Oh. Lekker nummertje. Maar ik moet er weer uit, want ik moet Jola ophalen van turnen. Taxichauffeur. Maar goed, afgelopen 2 uur heb ik alweer wat kunnen bij editen. Bart die zou misschien koken vandaag, maar dat heeft hij op zijn manier opgelost. Dus, maar ik ga eerst even opruimen. Bart kan iets, namelijk de pizza's naar de bank brengen. Wow. Ja, wow. Weet je ze? Oh, ja. Lekker. Ja, nog viezer. Zal ik hem aanzetten? Oh, dus je hoeft niks? Zal ik voor jou een soepje maken? Jawel. Zal ik hem aanzetten? Ja, wat gaan we kijken? Zet maar aan. Bos Baby. Die hebben jullie samen in de bios gezien. Ja, maar Nederlands, en dit is de Engelse. En ik was er niet bij. Is dit Nederlands? Nee, Engels. Oh. Boss Baby was heel erg leuk. Oh, leuk hè? Ik wil hier lekker zo chillen. Eindelijk weer eens een keertje op de bank met z'n drietjes. Ja. Viertjes. Vijfjes. Sexy ligt ook niet. Zesjes. Oh, Pumba is er ook nog. Oh. Ja, ja, ik ben er ook nog hoor. Oh, kijk. Jola ligt in bed. Lekker avondje voor onszelf. Althans, wat er nog van over is, voordat ik weer in slaap val. We gaan Narcos kijken. Yes. We wilden eigenlijk de It gaan kijken, omdat we dit weekend naar It willen. Maar was niet heel te downloaden. Ik heb hem gedownload, maar hij speelt niet af. Oh nee. Boeien, maakt niet uit. Je hoeft geen heel lang verhaal van te maken over de It. Anyway. Het is niet de It, maar het is gewoon It. Ja, over It. Je hoeft geen lang verhaal van It te maken. Dan dat doe je toch weer. Dan zorg je toch weer dat het een lang verhaal is. Dan make a long story of It. It makes not out. Bart. Oké, okay, just do it. Leave it, oké? Okay? Oké. Okay. Leave me out of it. En mijn bed Rye is ook nog op. Oh, het ziet er brak uit, gewoon. Wow. Hoezo, dat is reality. Sluit jij maar af. Oké. Okay. Zondag, aankomende zondag, komt waarschijnlijk, dat is Bart's idee, als extra video de hele 12 weken echo online. Voor de liefhebbers. Dus dat is leuk voor de liefhebbers, komende zondag. En voor de rest zien jullie ons maandag weer in een nieuwe vlog. En dan zal ik nog even een kleine throwback doen naar hoe de film It was. Waar we morgen naartoe gaan. En we gaan morgen nog gezellig bij vrienden eten. En bij een vriendin die precies even lang zwanger is als dat ik ben. Dus dat is superleuk. Nou, doei! Fijn weekend allemaal. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dan zeker dat hier het gratis. Doei!